NOS Radio. Uw eigen radio. Uw eigen muziek. Dit is Plus Radio. Nou, zo zijn we begonnen, hè? Tweede uur. Ja, eventjes kort vooruitblikken in het laatste uur wat we dan nog meer kunnen doen. We hopen natuurlijk dat er nog wat mensen bellen. We zullen zelf ook nog eventjes contact leggen met Leni Blauw. Die ga ik even een belletje geven dadelijk. Kunnen we haar ook weer eens even horen, want zij is de andere kant van het presentatie als het gaat over waar Jaap het net over had. Zoekplatenprogramma in de brasserie van Driehuizen Zuid. Dat is waar Leni dat doet in het Zonnehuis. Ja, en ook die zit natuurlijk al 6 weken thuis en inmiddels wel 2 programma's niet kunnen maken. Dus daar gaan we straks even contact mee leggen. En we hebben tijd voor een quizje. Even kijken, ook de schuif staat open zie ik hier. Want ja, die techniek staat voor niets. Ondanks dat ik helemaal thuis ergens zit, kan ik bij Arjen kijken wat hij met de mengtafel doet. Dat is wel knap eigenlijk. Beste mensen, Plus Radio, we maken een programma vanaf de keukentafel, zeg maar. En ja, waarom doen we dat? Omdat we eigenlijk het radio maken zo verschrikkelijk leuk vinden, maar het ook verschrikkelijk missen. Nou zijn een aantal mensen in de gelegenheid om het op deze manier te gaan doen. Is het ideaal? Nou, alles behalve dat. Maar we missen het wel. En er zijn ook mensen die kunnen het helemaal niet. En volgens mij heb ik nu iemand aan de lijn hangen, aan de telefoon, die al een hele tijd geen radio gemaakt heeft, maar daar toch ook een beetje mee geïnfecteerd is. Toch, ja, Leni? Ook. Jij bent ook met het radiovirus ingeënt, hè, ooit eens? Ja, ooit, bijna 40 jaar geleden. En dat virus, dat gaat er nooit meer uit, hè? Nee, inderdaad niet. Nee, hoor, we missen elkaar een beetje en het is gewoon heel jammer dat het zo is, maar we moeten het ermee doen. Ja, het is niet anders. Ja. Positief erin blijven staan, denk ik. Doe mij absoluut en dat wens ik uiteraard natuurlijk van harte alle medewerkers, maar ook alle medeluisteraars toe. Want die hebben het moeilijkste. Ja, en als we die een hart onder de riem kunnen steken door een plaatje voor ze te draaien, dan is dat altijd leuk. En daar wilde ik graag een plaatje bij aanvragen. En ik denk dat dat voor allemaal heel goed uitkomt. Het heet Samen zijn, gezongen door Willeke Alberti. En daar sluit ik weer van harte bij aan. En wij ook. Leni, daar komt-ie. Dankjewel. Dag gedaan. Dag Leni, groeten. Doei, daarom. Dag Leni. Daarom. Tot ziens. Maar ik zie dat het buiten heerlijk de zon schijnt. Je zou er haast lekker in gaan zitten. Maar ik weet het eigenlijk nog beter gemaakt. Ik ga dansen naar de zon. Nou, dat is helemaal gezellig natuurlijk. Ja. Dus dans naar de zon. En wie gaat dat voor ons zingen? Uit 1975, Siska Peters. Wauw. Wel blijven smeren, hè, Ron? Jazeker, dat ga ik ook doen. Opeens ben jij en weg is de regen. Een uur in je armen en dan is het zomer. Ik, hoor nou, ik ben er gewoon. Ik, moest even, okay. Ik moest even mijn quizmaster tenue aan trekken. Dus dat heb ik bij deze. Okay. Ja, dat is wel gelukt. Luister. We gaan een quizje doen. Ik heb 2 vrijwilligers nodig. Ik heb niemand gehoord, dus ik wijs ze gewoon maar even aan. Rien is vrijwilliger nummer 1 voor de quiz. En Ron is vrijwilliger nummer 2. Ja, jullie zijn klaar voor de start. Zeker goed zo, goed zo. Raad het fragment. Jullie krijgen allebei een fragment uit een oranje lied van André van Duin te horen. Raad de titel. Ik wil dit jaar geen feest met weer partijen Franse brie. Badam. Ik wil ook wel eens wat anders dan altijd dat chique spul. Ja, dat was hem. Enig idee? Ja. Welk nummer van André van Duin dit was? Volgens mij de balletjes van de koningin. Ik denk dat je wel warm zit. We gaan luisteren, let op. Ze zijn maar wat verdriet. Badam. Ik wil dit jaar geen feest met weer partijen Franse brie. Badam. Ik wil ook wel eens wat anders dan altijd dat chique spul. Badam. Ik wil gewoon een vette bek en niet die flauwekul. Toen heeft ze in de keuken zelf de koekenpan gepakt.
Berlin, Berlin, die gaan naar Berlin. Nou, zeg, Ron, helemaal goed. Zijn er Ron, zijn er ook de balletjes? Ja, daar loopt de water in je mond, ja. Van er een vet van langs je kind. Helemaal goed. Dit is Plus Radio. Laat u de buren ook meeluisteren.